Daar zit ik na te denken. Die aap is natuurlijk een beest. En we hebben die firecracker. Inflict posture damage on beast type enemies. Hoe snel reageert dat ding? Kijk. Is dat een plan tegen deze aap? Firecrackers in zijn gezicht gooien. Dat lijkt het toch, dat ik hem drie keer hit. Hé! Hey. Ik zie niks. Het lijkt inderdaad wel te werken. Maar het kost mij te veel moeite. De aap. Wat een bos. Wat een bos. Hij heeft maar één balk. In zoverre scheelt het. Eerst wat ik doe, misslaan. Als hij gaat zitten, dan kan ik een hitje erin brengen. Schreeuw, kan ik naar hem toe vliegen. Maar hier staan allemaal drie dingen op die bomen ingesteld. Hij valt. Nee, hij staat weer op. Als hij weer opstaat, dan hit hij mij. Hij hit mij heel hard. Nou blijft hij wel zitten. Nu kan ik naar hem grijpen en hem een aerial hit geven. Als hij schreeuwt, kan ik naar hem grijpen en een aerial hit geven. Hij is een lijpe man. Die veel damage doet. Die veel goed gooit in mijn gezicht. Maar ja, dat doen apen. Dat doen apen. Hij schreeuwt, kan ik nou toe vliegen? Nee, ik ben te laat. Hier, valt hij om? Nee, het is weer een recovery. Die ik kan pareren. De recovery attack kan ik pareren. Loop in zijn attack. Niet slip. Waarom doe je dat dan toe? Ja, goede vraag. Goede vraag. Kijk, elke hit die ik erin kan krijgen is meegenomen. Gaat weer mijn poep gooien. Ja, dan kun je zien omdat hij op afstand gaat staan.
een bordje met poep. Dan is er een hele kleine window waarin ik hem kan hitten. Wat een beest, jongen. Hij gaat erbij liggen. Hij geeft mij weer één windowtje om hem één klap te geven. Ik ben weer te laat voor een vliegaanval. Hij gaat weer liggen. Hij geeft mij ook weer een kleine window om een klap te geven. Maar dat zeg ik, elke damage is meegenomen. Als we maar rustig blijven. Ik kan hangen aan dat zwaard in die nek. Schreeuwt, ik ben weer te laat. Hij gooit poep. Ik spring. Maar dan ben ik ook al te ver weg. Om echt een hit erin te brengen. Laat me zelf in. Hij is wel lijp voor die avond. Hij gooit weer met poep. Hij gooit mij in één keer dood met een drol. In één keer dood met één drol. Wat een beest. Je denkt, had ik allemaal kunnen pareren, ik pareerde er maar één. Hij schreeuwt, kan ik aan hem hangen? Nee, te laat. Wat een lijpe aap, jongen. Wat een lijpe aap. Goed poep. Die ik weer niet kan dodgen. Ja, die kan ik wel dodgen, maar ik stond te dicht bij de muur. Ik stond te dicht bij de muur. Daardoor ging het mis. Guardian Ape. Wat een bos. Wat een bos. Begint met misslaan. Altijd een goede tactiek. Hij begint met poepgooien. Ook een goede tactiek. Ik begin met zijn aanval niet pareren. Blijf zitten, kan ik hem een tikje geven. Soms valt hij op. Heel soms geeft hij mij dan een kleine window om hem één klapje te geven. Maar niet altijd. Hang als het zwaar, sla hem te weg en wegwezen. Geef mij weer een window voor één hit. Hij gooit een poep. Hij gooit weer een poep. Een heel klein beetje posture damage. Hij gooit weer een poep. Ik heb tegen de muur. Ik heb tegen de muur. Ik kan niks zien. Ja, lekker hoor.
Hij maakt er gebruik van het feit dat ik niks kan zien. Ik kan niks zien! Jongen! Kutcamera! Hij gaat erbij liggen. Dan is het twee keer schieten en dan kan ik hem twee keer in. Gevaarlijke aap, hij gaat weer poep gooien. Daar is dan weer een kleine window waarin ik hem had kunnen hitten. Het is alleen een gevaarlijke aap, is ook een wilde aap. Waarbij je keihard hit. Aanval. De verkeerde kant op. Die wilde aan zijn zwaard schieten, zoals dit. Want dan kan ik hem twee hitjes geven. Hij is al wild. Natuurlijk een wilde aap. Dat is meer een beetje natuurlijk. Twee hitjes in zijn gezicht. Die had ik kunnen pareren. Is mij niet gelukt. We zijn op de helft. Met de poef gooien. Hij heeft weer afstand om weer poef te gooien. Een gekke sprongaanval die ik wel gedodged heb. En hem daarna ook twee hitjes gegeven. Ben bezig. Ja. Voorzichtig blijven. Ik doe hem geen langdurige posture damage omdat ik elke keer wegren. Denk ik, mijn leven is mij meer waard. Oh, camera. De camera. De grootste vijand in het spel. Eén hitje erin. Ik had er meer van verwacht. Twee hits kan ook als hij die sprong aanval doet. Twee hits kan ook. Ik moet natuurlijk wel op die kant op lopen. Hij is een wilde aap. De wilde aap, hij gaat dit poep gooien. Drie hits in het perfecte geval. In het perfecte geval 3 hits.
erbij. Hij gaat weer zitten. Nog een hit erbij. Hij laat een scheet. Wat een man, hè. Scheten laten, met koek gooien. Kieze tactiek, hoor. Hier nog één heel boom. Hij gaat weer een koek gooien. Voor de veiligheid doe ik maar 2 hits in plaats van 3. Hij gaat er wel in. Shuriken in zijn rug doet niet heel veel damage, merk ik. 1 hitje omdat ik missloeg. Geen goede tactiek. Hebben we ook al vaker vastgesteld. Misgooien is geen goede tactiek. Hebben we al vaker vastgesteld. Gooien is voor hem wel een goede tactiek. Gooien is voor hem wel een goede tactiek. 3 hits, maximale eruit halen. Hij gaat weer naar achteren, dan gaat weer poep gooien. Nee. Au, 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 au. Oh, alles mis. Dit was de kans. Dit was de kans. Maar ik was te ver weg. Koek gooien. Execution, maar geen achievement. Dan weet je, je wordt opgelicht. Dit is waar YouTube mee vol staat. Die aap gaat opstaan. Kijk, zonder hoofd staat hij op. Hij is een undying. Hij heeft het hoofd in zijn hand. Het hoofd dat ik er net heb afgeslagen, gebruikt hij nu als wapen. Heel hard. Al die shurikens hitten hem wel een beetje, maar niet heel hard. Dan moet ik heb ze toch. Ik denk inderdaad als hij zo'n lief aanval doet, dat dat het moment is voor mij om, om een hitje erin te krijgen. Kijk, dit is het moment voor mij om een hitje erin te krijgen. En dan wegwezen als ik ga schreeuwen. Een aap zonder hoofd. Nu, hitje erin. Nee, sla mis. Sla mis. Misslaan is niet de goede tactiek. Blijft toch een tactiek die ik veel gebruik. Oh ja, hitje erin en wegwezen. En hitje erin en wegwezen. Dit doet, hit je erin en wegwezen. Die gewone attacks van hem, die lijken gewoon zwaard attacks. Die zou ik dan moeten kunnen pareren.
de andere kant wil niet veel risico nemen. Sla mis. Als je dit doet, kan ik hem een hitje geven. Meteen weer wegrennen. Leert een nieuwe attack bij een sprongaanval. Hij doet dit. Eén hitje, ik sla mis. Misslaan blijft een tactiek die niet werkt. Blijft ook een tactiek die niet veel gebruikt. Door de slide aanval, één hitje erin en wegwezen. Zo'n schreeuw, ik denk, het lijkt me niet dat ik daarin wil lopen in zo'n schreeuw. Slide aanval, hitje erin en wegwezen. Grote zwiep. Kleine zwiep. Light aanval. Hitje erin en wegwezen. Kom nu met prik aanvallen. En neem het sneeuw aanval. Slide aanval. Hitje erin, wegwezen. Wat een rare aap. Oh, de camera. Mijn grootste vijand. De camera, mijn grootste vijand. Ook tegen de Guardian Ape. Zonder hoofd is hij nog steeds sterk. Slide aanval. Weer een hitje erin en weer wegwezen. Het is een beetje pushy tactiek. Maar ja, het werkt. Slide aanval. Hitje erin en wegwezen. Hij gaat map. Hij gaat prikken. En daar is weer een slide aanval. Eentje erin, wegwezen. Hij doet een grote zwiepen. Hij doet een springaanval. Hij doet een slide aanval. Weer een hitje erin en weer doorloopt. Hij doet weer een grote zwiep aanval. En daar is weer een slide aanval.
Ik denk dat hij met zijn bordje niet bang hoeft te zijn voor mij, omdat ik de pushy-tactiek gebruik. Hij doet weer een grote sweep-aanval. En weer een prik-aanval. Weer een grote sweep aanval. En daar zit een slide aanval. Dat betekent hit je erin. Prik aanval. Grote sweep aanval. Weer met een slide aanval. En ik denk mijn camera weer nee toes. De camera laat het los. De camera verkloot het weer voor mij. Ongelooflijk die camera. Ongelooflijk. De camera verkloot het weer voor mij. Sweep aanval. En hit. Grote sweep aanval. Een grote prik aanval. En dat allemaal zonder hoofd, hè, die man. Daar gaat hij, met een slide aanval. Kan ik hem weer even een hitje geven? Guardian Ape. Legendarisch op het internet. Minstens zo legendarisch in de fight met Toomes. Schreeuw aanvallen te over. Camera laten weer in de steek. De camera probeerde mij weer in de steek te laten. Hij rent terug. Daar gaat hij weer. Slide aanval. Kan ik hem een hitje geven? Grote sweep aanval. Daar gaat hij weer. Slide aanval. Even een klapje geven. Grote sweep aanval. Zonder hoofd hè, allemaal dit. Wat een raar beest. Daar gaat hij weer. Hij lijkt wat vaker te sliden kunnen. Het scheelt tijd. Als dit de moveset blijft, hou ik vertrouwen. Pas op voor de camera. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Rare aap, man. Slide aanval. Weer een hitje erin. Ik doe bijzonder weinig damage. Maar dan mag de pret niet druk. Grote sweep aanval. Grote prik aanval. En dan gaat het weer met een slide. Uit
even kijken voor de camera, niet te dicht langs het randje. Als ik te dicht langs het randje loop, dan denkt de camera weer, we moeten loslaten. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Daar is weer een slide aanval. Daar is weer één damage klapje. Een aap zonder kop. Hij vecht als een aap zonder kop. Hij vecht als een aap zonder kop. Nieuwe spreekwoorden worden hier uitgevonden. Vechten als een aap zonder kop. Betekenis: bijzonder verdienstelijk vechten. Bijzonder verdienstelijk vechten. Deze aap zonder kop. Hij loopt weg. Nee, hij loopt niet weg. Hij probeerde even een andere aanvliegroute. Dat mag natuurlijk, dat doe ik ook wel eens. Aanvliegroutes aanpassen doe ik ook wel eens. Prik-tactieken. Glijtactieken. Oh, ik laat mezelf slaan. Daar gaat mijn laatste flesje. Daar gaat mijn laatste flesje. Mijn laatste flesje is gebruikt. Boom zelfs nog, die er nog staat. Er staat zelfs nog één boom. Oh, ik loop weer in een attack. Kijk nou uit, kijk nou uit. Ik ben er bijna. Uitkijken met die attacks waar je in loopt. Uitkijken met de attacks waar je in loopt. Het is al krap zat in de HP. Aap is ook enorm groot. En enorm sterk. En enorm gevaarlijk. Voor het randje van de map. Je wil niet in het randje van de map komen. Dan laat de camera je weer los. De camera mij loslaat is het laatste wat ik wil. Gaat weer, sweep aanval.
in mijn bek. Oh, het scheelde heel weinig. Hij hitte mij bijna. Hij hitte mij bijna. Het scheelde heel weinig. Nee, ik druk op mijn attack-knop. Waarom? Waarom druk ik op de muisknop? Ik heb... Oh, is je triggerfinger. Ik druk op de muisknop zonder reden. Ik druk op de muisknop zonder reden. Oh mijn god. De is je triggerfinger. Ga mij de das opdoen. Triggerfinger gaat bij de das op doen, de main. Ik denk dat ik hem nog 3 keer moet hitten. Camera, camera! Vasthouden! Ik denk dat ik hem nog 2 keer moet hitten. Ik ren de verkeerde kant op. Daar gaat hij. Camera! Nee! Camera! Niet loslaten. Oh, wat een moment voor de camera om los te laten. Ik heb hem. Ik steek een zwaard in zijn al afgehakte hoofd. Er komt een parasiet uit. Defeat the Guardian Ape. Nu dan wel. Nu dan wel. En nu. Memory Guardian Ape. Lekker hoor. Slender finger of a young woman is a tool found in the belly of the guardian ape. En nu dan? En nu dan? Nu kan ik hier naar binnen. Er is hier een save point. Guardian Ape. Verslagen. Eerst rusten. Dan zeg ik. Reflection. Nee. Enhance attack power. Want ik heb die aap verslagen. Attack power has been enhanced. Acquire skills. Ja, ik heb maar 1 skill point. Schiet niet op. Maar nu dan, nu heb ik die aap verslagen. Wat geeft mij dat? Wat geeft mij dat, het verslaan van die aap? Dat ik deze grot in kan. Waar de legendarische bloem is. Lotus of the Palace. Dat is de bloem die ik zocht. De bloem die ik moet terugbrengen. Naar de Divine Air. Dat was het. Dat was het. Wij reizen terug naar Kuro's Room om daar de bloem af te geven. Dat gaan we doen in de volgende video, na het verslaan van de Guardian Ape. Dus ik zou zeggen, dames en heren, graag tot dan!